Muzikaal begeleid door de muziekvereniging Ons Genoegen, onder leiding van de heer Van Loo, uit Geenermuiden natuurlijk, waren dat kinderen van 7 Geenermuiden basisscholen en 4 christelijke koren hier uit Geenermuiden, die het Wilhelmus zong. En dat was een handje voor de heer Van Loo. En dan begint de koningin nu aan de wandeling over het plein hier. De eerste plaats waar de koningin op dit ogenblik staat te kijken is de presentatie van Kamper Zeedijk. Kamper Zeedijk is een kleine kern buiten Geenermuiden waar men zich met name bezighoudt met het rietdekken. De koningin maakt hier kennis met de rietdekkers die een fraai staaltje van hun werk laten zien hier. Staat er hier in dit dak. Rietdekkers zijn inderdaad in staat om allerlei fraaie motieven in het riet van een rieten kap te verwerken. En ook dat laten ze hier zien. De presentatie van Kamper Zeedijk laat onder andere zien hoe het riet groeit, hoe het vervolgens dus met de hand wordt gemaaid en welke behandelingen het riet ondergaat voordat het als dakbedekking bruikbaar is. Het is een familieambacht. Het gaat vaak van vader op zoon over, zoals zoveel dingen hier in Geenermuiden. De koningin komt trouwens straks ook nog in Kamper Zeedijk, want het ligt precies op de route, de rijroute, van Geenermuiden naar Kampen. Intussen wordt hier op het grote plein natuurlijk een heleboel dingen gedaan. Die tapijtstad Geenermuiden, daar komen we nog een aantal keren op terug. We gaan eerst even naar het jeugdwerk. Het jeugdwerk, daar wordt iets heel bijzonders van Geenermuiden uitgebeeld, namelijk het luie motten. En daar heb ik Henk weer even voor nodig. Ja, de luie mot is een fenomeen wat jaarlijks in Geenermuiden nog wordt gehouden. Het is in feite een lentefeest waarvan de oorsprong heel ver weg ligt. Sommige mensen zeggen dat het vanuit de Romeinse tijd dateert. Anderen zeggen weer dat het een processie is die gehouden wordt, een soort vruchtbaarheidsritueel. Jaarlijks trekken jonge lui van Geenermuiden door de straten op de morgen van 1 mei. En in het begin van deze eeuw was het zo dat gingen ze door de straten onder het zingen van het liedje Luie Motten, Luie Zotten op gaan staan. Het is een soort van luilak, hè? Het is een uiting van de luilakviering. Ja. Alleen dit jaar niet op 1 mei, maar vandaag op 30 april. Speciaal voor de koningin op 30 april. Dit zijn die kinderen, gekleed
in een soort van klederdracht. Is het echte klederdracht eigenlijk wat die kinderen dragen? Nou, het is... Het is echte klederdracht. Maar het is natuurlijk zo dat de heden ten dagen wordt dat niet meer gedragen. Maar dat is speciaal gemaakt voor deze dag. Natuurlijk heeft de koningin niet zoveel tijd om overal te kijken en wordt er alweer doorgelopen naar de volgende presentatie. De oudheidkamer, daar weet jij ook weer alles vanaf. De oudheidkamer is een begrip in Genemuiden, vertegenwoordigt bepaalde culturele waarden. Zorgt ervoor dat bepaalde dingen niet verloren gaan, onder andere de luiermotten. Aan de oude kamer is een taalkring verbonden die het, ook het dialect van Genemuiden in stand probeert te houden. Wordt er nog veel dialect gesproken hier? Over het algemeen wordt hier helemaal wordt hier door iedereen dialect gesproken. Hier hebben we nog een jeugdwerk van het milieu. En van de oudheidkamer, de burgemeester legt het aan de koningin uit, loopt men door naar de stichting jeugdwerk. Het jeugdwerk is hier, je zou kunnen zeggen, verdeeld in deels christelijk, deels wat meer openbaar jeugdwerk. En alweer gelijk door naar de volgende presentatie. De gemeentepresentatie. De burgemeester van Emlichheim wordt hier voorgesteld aan de koningin. Emlichheim, een gemeente vlak over de grens bij Coevorde in Duitsland, een zustergemeente van Genemuiden. Waar de burgemeester het nu over heeft, dat is de provinciale milieutrofee die Genemuiden gewonnen heeft het afgelopen jaar. Genemuiden heeft het meeste klein chemisch afval opgehaald van de hele provincie Overijssel. En daar is men toch ook een beetje trots op. En ik vraag me af, hoe komen ze nou aan dat loop chemische afval? Het heeft ten dele te maken ook met de fabrieken, dacht ik. Er zijn nogal veel fabrieken. En... Ja, maar het klein chemisch afval is met name het huishoudelijke afval. Nou, waarschijnlijk zal het zo zijn dat de zorgvuldigheid van de Genemuidenaar ook openbaar komt in deze zaken. Een presentatie van het Rode Kruis nu en van het welfarewerk van het Rode Kruis. En ook daar is de koningin alweer snel voorbij. En dan nu Tapijtstad Genemuiden. Je zou kunnen zeggen het tapijtmuseum wat hier in Genemuiden is, voor één keer overgebracht in de open lucht. Met heel fraaie oude werktuigen waarop door de eeuwen heen, althans zeker de laatste 100 jaar, hier in Genemuiden tapijten werden gemaakt, vloerbedekking werd gemaakt. Het zijn houten machines. Wat ik me eigenlijk als eerste afvraag is, hoe oud zijn deze machines? Nou, deze machines die dateren dus uit de vorige eeuw. In de vorige eeuw is deze ontwikkeling achter... In het eind van de vorige eeuw is deze ontwikkeling op gang gekomen. Deze ontwikkeling heeft de ontwikkeling van de biezenmatten min of meer vervangen. En deze weefgetouwen zijn in gebruik gebleven tot aan de oorlog. Dus de kokos, die in feite begonnen is, de ontwikkeling van de kokos na de Tweede Wereldoorlog, heeft zich voornamelijk afgespeeld op deze werktuigen. Dat gezegd, het is gemaakt op deze werktuigen. Ja, het meest opvallende is eigenlijk dat het laatste houten werktuig, heb ik me laten vertellen, pas in 1947 werd afgeschaft. Het is bij wijze van spreken nog maar 40 jaar geleden. Toen stond dat er allemaal nog en nu staat er de meest moderne apparatuur. In 1924 is het eerste machinale weefgetouw in Genemuiden gekomen. Na de oorlog is eigenlijk de industriële ontwikkeling pas goed op gang gekomen. Maar wat deze man nou stond te doen, hè? Dat was handmatig
Dat weven. Was de eerste mat die gemaakt is van kokos. Kokos die komt uit India? Voornamelijk uit India. Ik moet er nog wel even bij zeggen dat dit wordt verzorgd door de Stichting Stadswacht uit Genemuiden. Die bepaalde zaken uit het nageslacht, voor de nageslacht wil conserveren. En die in dit jaar, het museumjaar, ook bezig is om een tapijtmuseum op te richten. Die matten, die meneer die kampt matten af, dat wil zeggen die matten die werden gemaakt op die houten weeftoestellen. En de uiteinden, de draadjes, werden doorgetrokken zodat de mat niet uit zou raffelen. Deze meneer is bezig op zo'n weefgetouw, een handweefgetouw. En maakt daarop zogenaamde Japan-matten. De productie lag vrij hoog. Het was zwaar en inspannend werk. In Genemuiden noemden ze zo'n apparaat dan ook het zweetraam. Mensen stonden in tarief. Maar hard werken hebben ze altijd gekund in Genemuiden? Hard werken hebben ze altijd gekund. Ze gingen zomers, dan werden de biezen gesneden op de kusten van de Zuiderzee. De mensen maakten, 5 uur waren ze bezig. Ze stonden soms tot aan het midden in het water. Die biezen, die werden naar het land vervoerd, werden getransporteerd naar de gemeentelijke weide in de top. En dan gingen de vrouwen gingen verder met het spreiden van biezen en het drogen, waarna de winters matten van werden gemaakt. De Genemuiden mat als zodanig bestaat eigenlijk niet meer. Hè? Die wordt alleen nog maar bij dit soort gelegenheden gemaakt. Maar de biezenmat, ja, die komt hier niet meer vandaan. De Genemuiden mat, dat is een ontwikkeling vanaf 1900. En die is... Die bestaat dus uit vlechten. Die vlechten die worden in bepaalde blokken geweven met daaromheen een rand. Dat is een heel bekende mat geweest, benoemd dan ook deze mat, de Genemuiden mat. En die is tot in 1967 nog in productie gebleven. Het was een belangrijk exportartikel. Maar tegenwoordig komen die matten, als je ze nodig hebt, goedkoper uit de derde wereld. Maar dan is het geen biezenmat, dan is het van een ander materiaal. Deze weefgetouwen, daarvan is het dus de bedoeling dat ze uiteindelijk in een definitief tapijtmuseum hier in Genemuiden worden ondergebracht, dat dit jaar wordt geopend. Het is de bedoeling dat de Stichting Stadswacht in samenwerking met de gemeente en met de tapijtindustrie uiteindelijk tot het plan komt om de huisvesting een definitieve vorm te geven. Het is dus nu zo dat jaarlijks is er een expositie, vroeger en nu. Dat er komen veel mensen, maar wij willen dus als Stichting Stadswacht willen wij dus graag de zaken conserveren in een definitief museum. Prima.